naar deze nieuwe video. Kijk, als het niet... zijn er meer reacties. Ik kijk deze weer denk ik dan wel terug, maar vind ik niet echt heel erg. Vandaag zitten we... Nou, vandaag is de tweede keer dat ik hier zo'n video opneem. Dit is weer dezelfde server. Ja, er zijn volgens mij wat meer mensen. Ik weet het niet als hiervoor. Hopelijk heb je de vorige video ook even gekeken. Hopelijk vinden jullie ook leuk. Ik weet eigenlijk niet meer wat dat was. En de muziek had ook wat zachter. Zo, oké, dat is goed. Vandaag sta ik hier in Dinoland. Dinoland is hard getroffen door de kometen. Dat weten jullie ook denk ik wel. Net zoals hier zo. Het is gewoon bijna helemaal weggehaald. En hier is bij de ingang. De shop is volgens mij nog helemaal heel. Maar hier zo. Oh, dat was een paal. Kijk, de komeet is ingeslagen. Nou, ook weer heel fijn. Oh, ik lijk weer eventjes. Ja, dat is normaal. Dinoland is ook best groot. Wat is dit? Ik bekijk even eerst door Dinoland heen. Dino Mass. Wat is Dino Mass? Ik weet het niet. Even kijken. Dino Main. Oh, dit is een soort... Ik weet het niet. Oh, doolhof. Ze bedoelen mees. Ik zit weer niet op te letten. Oh, beleggen hem. Oké. Ik vind het echt niet normaal. Hoe kan ik hier voor jullie een video mee opnemen? Wat is dit? Geen toegang. Wat is dit dan? Geen ingang. Ja, ik kom te van niet aan. Ik kan er niet in kijken. Nou, daarnet stonden we bij de tol. We gaan even in de tol. En dan leg ik jullie alles uit in, over deze video. Zag je misschien ook een al wel aan de titel. Alles gaan we pas daar vertellen. Dan gaan we lekker van de glijman af. Even wachten. Misschien moeten we zo meteen ook bij de shop kijken. Lijkt me ook eens leuk. Even de speed aan. Hupsakee. Ja, ik heb ook die boots aan. Alleen, ja. Dat is dan van de vorige video. Als je niet weet waar de, hoe ik aan die speedboots kom. Moet je de vorige video even checken. Hoe gaan we boven komen? Moet dat via deze? In opnames, weet je nog? Oké, zo, even dicht. Even naar... Oh, wow. Hoort dit wel een trap te zijn? Ik zou het echt niet weten. Hoe moet ik dan boven komen? Waar is de ingang? Ik snap het niet meer. Help! Oké, zo. Even deze weer dicht. Hoe gaan we boven komen? Ik zie daar een trap. Die gaan we dan even testen. Even kijken hoor. Hier zo. Die. En dan. Volgens mij was toen Dino dan echt open ging. Was het echt heel populair. Ik zag hier toch duidelijk een trap. Oh, aan de andere kant. Slim. Is ook weer dicht. En let's go. Upstairs. Woe. Dit is de eerste verdieping. Ik kan nog niet echt veel zien. We lopen gewoon even zo. Gewoon de hele tijd zo. Oh, dit is echt het dak. Het dak. We gaan het dak op. Oeh. Ja, met speed gaat het snel. Wow. Oké, wacht. We willen buiten gaan kijken. Is hier een ingang? Ergens een opening? Ja. Oh, we lijken hem. Wow. We zien bijna heel Dinoland vanaf hier. Ja, dat lijkt echt ontiegelijk. Ik ga wel gewoon even hier zo in zitten. En dan leg ik jullie even alles uit. Ik zit 2x5, ja. Oké, ik leg jullie even alles uit. Vandaag laat ik jullie in deze video een beetje alles zien over... Oh nee, wat is dit? Wat gebeurt er? Was het al ijs? Of heb ik nou een soort ijsboots aan waardoor dat ijs wordt? Nou ja, in deze video laat ik je zien hoe je een soort eigen Mindtopia map maakt. Deze wordt niet echt heel groot, denk ik. Dit wordt gewoon een normaal mapje. Ik denk dat ik misschien nog wel echte maps online ga zetten. Waar ik met de één download waarbij nog geen huizen en alles zijn gebouwd. En eentje met wel huis en alles. Dat was mijn even geluid weer rondzetten. Nice. Oké. Dat is wel een beetje. Ik laat je de muren zien. Hoe jij plot kan maken. En hoe je het een beetje... Ja, leuk kan maken. Wij zijn helemaal beneden. Ik moet nog even zo. En volgens mij hebben we MV's. Ja, MV Create. Opnames. Zo. En dan normal T flat. Oh, flat. Ja, het is fijn om deze plugin even te gebruiken. Ik zet hem erbij. Link in de beschrijving. MVTP opnames. Zo. En we zijn er. Volgens mij heb ik hier ook een middenlek. Nou ja, 22 kan beter, maar hey.
We moeten doen maar met wat we hebben. Oké, even de spullen die ik zo meteen nog nodig heb, even doppen. Deze kunnen weg. Deze kunnen hier blijven. En... Slash clear. Hupsakee. Even mijn hele inventory leeg. Nou, even mijn eigen mooie dompje spulletjes. Even bij. Oké, wat hebben we nodig? Nou, je hebt ten eerste... een wooden axe nodig. Want ja, dat is een... die kan je ook slash wand gebruiken, maar ik doe altijd wooden axe. Een iron axe. Oh, ja, maak een stack ervan. Dat willen wij niet. En misschien als je het fijn vindt, een diamond axe ook. Oh, diamond iron axe. Iron diamond axe. Goed. Oké, okay. Oh, weer een stack. Zo, eentje. Deze maar 1, deze maar 2, deze maar 3. Oké, bij deze doe je slash brush spare. En dan, ik gebruik zand, maar gravel kan ook gebruikt worden. En dan 4. Dan doe je ook slash mask air. Dat je niet in de blokken gaat zitten. Want anders zou die, als ik niet slash mask air deed, dan zou die in de grond gaan zitten en zou de map helemaal glitchen. Ja, dan moeten we hier eerst deze van hoog bouwen. Dus ik denk iets van 5 hoog. Ik weet niet wat er aan de hand is, of het lijkt. Oh, error. Lol. Dat is een error. Oh, dat is... Het is ook de verkeerde. Waarom staat er error? Slash chat. Spy. Even kijken of andere mensen ook error hebben. Oké. Okay. Heel hard. Eventjes nog snel kijken of het echt nog goed is, want... volledige schermmodus... Ja, ik denk dat jullie het gewoon normaal zien, maar ja, als het niet zo is, moet ik eventjes snel maar zo meteen veranderen. Nou ja, ik denk dat het gewoon goed is als de vorige video ook gewoon... Oh, nee. Dit was niet slim, het is heel veel zand. Heel veel zand moet zo meteen niet vallen. Nou wacht, dan vliegen we er gewoon even door. Zelfs zonder opnames heb ik hiermee lag. Dus dat is wel een probleempje. Ja, het gaat lang duren. Ik zal eerst even alles waar we gaan zitten, dus... Ik zal dit keer echt een kleine map gaan maken. Het wordt echt mini. Voor wat je echt een normale Mytopia map kan noemen. We doen hier zo met een strandje dan. Oh, ja, dat was niet slim. Oké, gewoon eventjes een heel vakje afmaken zo. Want dat is altijd even het begin. Dan markeren waar jij gaat bouwen. Want dat is altijd even fijn om te weten hoe groot jouw map wordt. Want anders is het zo van... Ja, de map is groot. Te groot om... Ja, in één keer alles te gaan bouwen. Als ik jou was, zou ik ook eventjes... Ja, op een afstand gaan zitten voordat je met deze blok echt zo gaat plaatsen. Want, ja... De lag wordt van dichtbij ook wel echt erg als je dat hebt. Zelfs heb je een goede PC, kan het soms nog wel wat lag veroorzaken. Omdat het steeds moet vallen. En dat is wel een beetje het erge, na het vervelende punt bij dit bouwen. Je kan het ook vanaf laag doen. Ik zeg maar even dat we hier zo gaan staan, dat we alles eroverheen gooien. Alleen, ik vind het altijd wel een beetje fijn als ik gewoon een beetje zo overheen ga. Zo. Ik denk dat we nu wel een beetje genoeg hebben voor één muurtje. Oh, nee. Dit is niet goed. Ik doe even op mijn tweede beeldscherm even alles weer klein zetten en deze wegklikken. Want dat ziet er bij mij ook wat fijner uit. Oké, ik denk dat we nu een beetje alles hebben. Dat zand is ook weer geweldig. Ja, nou, zo ziet een normale muur er dan een beetje uit. Het gaat gewoon heel makkelijk. Het duurt best lang om het echt helemaal te gaan markeren. Maar... Ja, voor de rest gaat het gewoon. Dan klik je op deze. Slash brush, spare, stone. En dan doen wij, vanadelijk hoor. 3 of zo. En dan doe je slash mask sand. En dan markeer, dan ga je een beetje over het zand heen. Ik denk dat het beste als we dan 5 doen, want dat is het grootste. En zo verander je een beetje al het zand naar steen. Dan is het gevallen, dus ziet er ook wat mooier uit. Wat smoother. Als je het zelf nog een beetje ja, met bergjes wil doen, dan zal ik je aanraden om eventjes ja, deze video even helemaal af te kijken. Want dat ga ik aan het einde denk ik een beetje doen. Omdat het wel een beetje het saaiste gedeelte is. Zo. Ik denk dat we nu ongeveer wel een beetje alles hebben. Ik weet niet 100% zeker hoe je dan al die topjes doet. Dus dat gaan we een beetje ook even gaan proberen uit te zoeken. Maar zo ziet dan een beetje normaal jouw ja, ding eruit. Volgens mij, slash top, heb ik gelijk. Is dat een comment? Slash top. Oh nee, dat is gewoon... Slash T. Misschien hebben we daar nog? Tal, wat is tal?
Als we even deze doen en hier zo klikken. Daar is tal. Nou, niks. Dan kan je dat nog met je hand doen, gewoon met dat je rest pakt. Is wel altijd met de hand gemaakt, is altijd wel het mooist. Doe je gewoon een beetje zo blokjes erboven zetten. Je best is om dan even de bovenste rand te doen. Dus gewoon dit met een groepje te gaan doen. Om echt gewoon alles mooi te krijgen. Aan de bovenkant van, ja, het steen. Dat gaat er mooi uitzien. Er is ook nog een comment voor, maar die weet ik niet. Sorry kijkers, dat ik het heel slecht heb geordend. Echt gewoon dat ik een video ga starten waarvan ik nog eens de helft weet. Sorry daarvoor, maar ik hoop dat jullie er wel wat aan gaan hebben. Hier zo kan je dus gewoon een beetje zo en dan gaat het er een beetje zo uitzien. Dan gaat het eruit zien als een echte Mytopia muur. Is gewoon heel mooi. We hebben ons gebied afgewerkt. Nou, dan ga je als eerst, denk ik, als ik een Mytopia start, pak ik weer gewoon een wand. En dan ga ik in een muur de, ja, treinstation een beetje maken en alles. Want ik vind altijd, als het treinstation vind ik een beetje het nummer 1 ding. Want ja, dat moet voor de teleporter worden. Dat doe ik altijd als eerste, slash het 0. En dan valt er wel wat zand, omdat dat nog niet gebrushed is. Volgens mij doen we slash i. We hadden een Arbonax gebruikt? Nee, een diamond. Oh, x. 1. Kijk, hupsakee. En dan wordt het weer steen. En dan zou je hier zo dus een trein kunnen maken. Nou, daar begin ik altijd mee met gewoon een trein. Wacht, hupsakee. En zo. En dan zou je daar dus zelf in kunnen maken. We kunnen nu nog een beetje gaan kijken. Want kijk, nu is het beste als je nu plot gaat maken. Is het ook fijn als je een wand gebruikt? Oh, wacht. Die heb ik al. Dus dan pak je wand erbij. Klik je op een plek. Loop je naar een andere plek. Een beetje gewoon. Hup. Slash slash. Walls. Slash. En heb je een soort plot gemaakt. Nou, dat kan je dus heel vaak achter elkaar blijven doen. Of je kan een beetje zelf van experimenteren. Van het ene plot moet groter worden dan het andere plot. Zo. Hop. En dan heb je weer een klein plotje erbij. Nou, het werkt gewoon goed. Is fijn. Het heeft niet echt problemen. Je kan nog ook, als je het zelf denkt. Ik vind het wel het mooist. De wegen. De wegen gaan heel makkelijk als jij gewoon een world edit in je server hebt zitten. Want dan zou je de wegen binnen een paar seconden af hebben. Als je gewoon even het blok pakt. Dus ik zeg maar eventjes. Ik gebruik, als ik het maak, gebruik deze twee blokken. Quartz en harde steen clay. Dan moet je hier zo aan het einde kijken. Want dat heb ik aanstaan. Dat kan je met, volgens mij, F3H. Ja, Advanced Tooltips. Werkt heel fijn. Is gewoon goed. Show. En dan zie je hier zo bij staan wat het ID is. Dus het ID is 159.15. Dat kopieer ik eventjes, want ik ben niet echt zo van. Ja, ik onthoud dat niet echt zo lang. 1, 2, 3. Hier zo 1. 1, 2, 3. En dan doe ik altijd eerst. Ik maak ze of 3 lang of 2 lang. 2 is het normale, dat heb je altijd op echte Mytopia. Alleen ja, het is allebei gewoon leuk. Ik zet hem dan altijd heel de hoofdweg, helemaal naar de andere kant van de map. Zo. En dan doen we slash slash. Set. Zo. Hup. En dan komen we terug. Ja, eigenlijk zou het ook zo kunnen. Maar het kan ook wel op een manier. Dan maak ik hem 3 lang. Oh, wacht. Hup, hup. Doen we eventjes alles hier zo'n beetje tot een klein stukje vol doen. Hier zo slaan we. En dan doe je slash slash stack, ik zeg maar eventjes, 20. En dan heb je een weg. Nou, dan kan je nog die weg helemaal zelf met de hand toch een beetje gaan veranderen. Wat ik altijd doe, dus weer 3 zo, hup. En dan, hier moet je alleen eventjes dit volzetten. En dan kan je weer een weg die kant op doen. Zo kan je dus allemaal kronkelweggetjes gaan doen. Ja, het is gewoon fijn. Ik vind World Edit ook gewoon fijn om te gebruiken. Het is snel. Het gaat sneller dan dat je eigenlijk alles met de hand gaat bouwen. Dan doe je weer stack 5 of iets van 7 denk ik nu. En dan ben je weer helemaal daar. En hier is nog een wegje denk ik dan. 1, 2, 3. Hupsakee. Hup, 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 hup.
Hop. En dan doen we iets van 14. Even kijken, heb ik hem veel te lang? Zo. En dan hebben we gewoon een normaal weggetje. Zo kan je hem nog helemaal veranderen zelf. Als je slim bent, doe je wel eventjes de plots. Dus ik zeg maar even wat verlengen totdat hij echt even lang is tot aan de weg. Dat maakt het wel wat meer, ja, mooier. Dan dat het eigenlijk, nou, al is. Ik ga denk ik ook een maps gaan maken die even groot is als een beetje een normale Minetopia map. Die jij dan kan downloaden op mijn kanaal. Doe ik gewoon door de drain en het linkje in de beschrijving. Kun je allemaal lekker doen. Ja, hopelijk hadden jullie wat aan deze video. Het was gewoon een beetje een uitlegvideootje. Lekker kort, gewoon even snel. Hopelijk hadden jullie er wat aan. Dat is mijn prioriteit, dat jullie er wat aan hebben. Dus hopelijk zie ik jullie dan ook nog bij de volgende tutorial video over alles en iets. Ja, tot later, kijkers. Bye!